foto een zelfverzonnen knokker erbij stond. Daar gaan we vandaag niet naar kijken, maar wel gewoon een nieuwe knokker bedenken. Ofzo, ik heb hem al bedacht en ik ga hem nu uitleggen. De nieuwe knokker heet Ava. Dat is, zeg maar, die is er nog niet en zo. Dus dat kan wel. Ik begin even met de aanval. Ava is trouwens een basketballer, zeg maar. Ze heeft altijd een basketbal bij zich. En als ze loopt, dan stuitert ze zo, zeg maar, die basketbal over de grond. Dribbelend, zeg maar. Haar aanval is een basketbal die ze gooit op het hoofd van de tegenstanders knokken, zeg maar. En die zorgt ervoor dat die, zeg maar, net zoals bij de super van Otis eigenlijk doet, dat je helemaal niks meer kan. Dat je dat een halve seconde heb je dat als je een hit krijgt van Ava. Ik moet het misschien nog wel een keer veranderen. Een beetje, maar. En dat doet 620 damage die je aanval. En er wordt dus een halve seconde kan die niks. Dus ik denk dat sowieso nu al een beetje vooral knokken is die goed is in teams, zeg maar. Niet in solo, denk ik. De super dan. Wacht, trouwens, ik moet eigenlijk nog twee dingen bedenken die ik niet echt heb bedacht. Sowieso hoe snel ze loopt. Ja, ze is een basketballer, dus ik denk dat ze. Wacht wel, ik ga even kijken wat de snelheden eigenlijk zijn. Zo, Brawl Stars. Ik heb trouwens net een video opgenomen dat ik de uitdaging deed. Ik weet niet of je al online staat. Even kijken wat bijvoorbeeld Spike heeft. Die heeft normale bewegingssnelheid. En 8-bit. Die heeft waarschijnlijk langzaam of heel langzaam. Ik weet niet of heel langzaam bestaat. Waar staat 8-bit? Oh, hier. Heel traag, ja. En bijvoorbeeld een Edgar. Oké, opnieuw zoeken. Nee, ik wil Edgar. Edgar, heel snel, ja. Ik ga eens proberen hoe snel Edgar echt loopt. Jullie zien dit niet. Maar ik zit nu in proberen. Hij loopt wel redelijk snel. Maar ik denk dat Ava dan ook heel snel is. Als Edgar dat ook is. Dat schrijf ik er na deze video nog even bij. Ik heb namelijk een blaadje waar alles op staat. Maar ze is dus heel snel. En de uiterlijk weet ik niet. Dat doe ik misschien ook later. Misschien komt hier nog een tweede deel van, zeg maar. Maar we gaan nu even door met de super. Ze springt in de lucht. Een soort van zoals Janet doet. Als ze, maar dan blijft ze in de lucht, zeg maar. En alsof ze een dunk maakt, zeg maar. En gooit de bal uit de lucht op de dichtstbijzijnde tegenstander. En als je op je. Of zeg maar. En als je landt op een van je teamgenoten. Heel je van zijn levenspunt. Van zijn helft. 1230 of 1, 2, 3, 0 levenspunten, zeg maar. En wat gebeurt er trouwens, ik moet nog even sommige dingen gewoon bedenken. Wat gebeurt er als je op hem neerkomt, op de tegenstander met de basketbal? Ik zeg dan, dan wordt hij 1 seconde zoals het bij de attack is. En doet het 800 damage. Dat vind ik een goed idee. Maar dat is dus super. Ik heb ook nog 2 gadgets en 2 sterrenkrachten. Ik begin even met de gadgets. Ava's. Volgende super aanval. Of volgende super. Laat er soort van drijven in de lucht. Zeg maar. Zeg maar blij dat ze vliegt in de lucht. Zoals Janet doet. Voor 3 seconden gebeurt dat dan.
Wat zorgt dat ze geen damage kan krijgen. Voor 3 seconden. Dus best goed, denk ik. En de tweede gadget is dat Ava plaatst een clone. Een clone, zeg maar, net zoals Leon doet. Die wel kan aanvallen. En met, nou, ik heb gezegd 2000, vind ik een beetje veel. 1300 health. En hij doet dubbele damage op tegenstanders. Dus dat is ook een goede, denk ik. Maar laat trouwens even in de comments weten wat je nog mist over de klokken, zeg maar. Ik heb trouwens echt iets nodig waardoor ik even op kan schrijven hoe het, wat ik al lang heb veranderd. Ja, ik onthoud het trouwens wel. Oké, de sterkracht is als Ava aanvalt, kan Ava's tegenstander niks doen, zeg maar. Voor 1 seconde in plaats van een halve seconde. Dus dat is ook wel goed. En de tweede sterkracht van Ava. Als Ava minder dan 40% health heeft. Ze rent ze 20% sneller. Ik ga even kijken wat er nog meer staat bij de knokkers in Brawl Stars gewoon. Want daar hoort te staan. Even gewoon de eerste knokker die ik zie. Oh, het bereik van de super. Sommigen hebben dat. En het bereik van de aanval ook. Het bereik van de aanval vind ik dan normaal zijn. De herlaadsnelheid trouwens van de aanval, zeg maar munitie, vind ik langzaam. Of ik denk langzaam. Wacht, heeft 8-bit niet dat ook? Nee, hij heeft helaas snelheid normaal. Ash heeft snel. Ik zoek even eentje die langzaam heeft daarin. Frank heeft snel. Heel snel bedoel ik. Nita heeft heel snel. Kijk, Spike heeft traag. Ik denk dat Ava krijgt dat ook. Dus dat is het voor deze eerste aflevering van de nieuwe zelfverzonnen knokker. Als je naar meer nog een video van deze wil zien, vergeet dan niet te liken en abonneren. En dan ook even op dat belletje, want dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Doei!